natuurlijk is kwaliteit te proeven. Want als jij een wijn proeft, heb je dan bepaalde, niet een bepaalde mening over. Kwaliteit wil zeggen, ook al vind je de wijn niet lekker, kwaliteit zegt iets over het niveau van de wijn. Hoe goed die is. En dan kun je met een paar simpele dingen kun je dat achterhalen. Is een wijn bijvoorbeeld herkenbaar als stijl? Kun jij bijvoorbeeld het druivenras er goed uithalen? Of stoms nog, kun jij zeggen, hey, dit is duidelijk een wijntype die daar vandaan komt. Bijvoorbeeld in die Viognier dat we dit over hadden, een Condrieu. Dat is te proeven dat die Viognier-stijl kan alleen maar daar vandaan komen. Dan vind ik al dat dat een kwaliteitspunt is. Verder is het ook zo, hoe intens zijn de aroma's? Verder is het ook zo, hoe complex kan een wijn zijn? En daar bedoel ik mee, je hebt in de aromagroepen, heb je bijvoorbeeld een paar aromagroepen. Je hebt bijvoorbeeld citrusfruit. Hè? En dan mandarijn, sinaasappel, citroen, groen fruit, geel fruit, rood fruit, zwart fruit, gedroogd fruit, tropisch fruit, plantaardige tonen, soms specerijtonen. Dat zijn nog allemaal primaire tonen trouwens. Hoor. Nou, secundair is houtrijping, dat soort dingen, lierrijping, gistachtige dingen. En tertiair is het aroma van de wijn als hij langdurig heeft gerijpt. Dus dan gaan de primaire aroma's weg. Dan krijg je verdroogd fruit, dan krijg je meer pruimendante. Dat fruit wordt geconfijter, gedroogde, gekookte soms. En je krijgt meer tabak, aarde, leer, dat soort tonen echt. Dan ruik je geen fruit meer. Maar is de wijn echt belegen geworden. Hoe meer groepen je kunt ruiken en proeven, hoe meer zo'n wijn te bieden heeft. Dat is ook alweer een pluspunt van oké. Kijk, als je alleen maar citroen, sinaasappel, limoen proeft en verder niks. Dan heb je eigenlijk met een simpele wijn te maken. Als je bijna niks kunt ontdekken, is het eigenlijk eenvoudig wijn. Dat zegt, dan kun je weinig opschrijven of ontdekken. Verder vind ik dat een balans goed moet zijn. Een wijn kan heel veel zuur hebben. Maar als dat in balans is met enerzijds een beetje restsuiker, of anderzijds een bepaalde volheid in de zin van body. Ja, dat geeft vaak alcohol bijvoorbeeld. Alcoholsuiker geeft vaak body. Tannine en zuren maakt die body strakker en lichter. Als er een balans in zit, dat je in de mond voelt, ja, de wijn heeft inderdaad best veel zuur, maar het is allemaal in balans. Hè? En ook balans met de smaak en de geuraroma's. Ja, dan kun je goede wijn hebben. En het belangrijkste vind ik de lengte. Je hebt mijn wijn uitgespuugd. Nou, dan ga je dus tellen. Hoeveel seconden proef ik nog mijn wijn? En daar bedoel ik niet mee hoe lang het zuur doordramt of hoe lang tannine doordroogt in de mond. Nee, hoe lang proef ik in seconden mijn groene appeltje, mijn mandarijn of mijn houtaroma of dat soort dingen. En al die aroma's samen, hoe lang blijft dat volledig in de mond stand? Nou, als je een 10 seconden wijn hebt, zit je toch al een redelijke wijn. Maar als je het 1, 2, 3, 4 weg, heb je een korte afdronk. Dat is net als pils. Dan neem je weer een slok. En dat staat aan tot alcoholisme, vind ik altijd. Dus hoe langer een afdronk is, ja, een wijn van, je hebt sommige wijnen die hebben gewoon 25, 30 seconden, dan heb je gewoon met een hele lange afdronk te maken. En sommige gaan minutenlang door. Dan heb je een buitengewone wijn. Dan weet je al, dit is geen goedkope wijn. Dit is, of goedkoop heeft niks met prijs te maken, maar dit is een wijn die gewoon heel veel te bieden heeft. En heeft balans. En heeft een mooie complexiteit. Hij is ook intens, hij heeft duidelijk aroma. Hij is duidelijk herkenbaar. Complex, veel te bieden. En dan lengte. Nou, die vier dingen, dat noem ik altijd blik. Balans, lengte, intensiteit, complexiteit. Blik noem ik dat altijd. Als die vier allemaal een vakje krijgen, dan heb je met een zeer goede wijn wel te maken. En misschien wel buitengewoon. Als die lengte en dat alles nog steeds beter is. Eigenlijk heel simpel.